Deze highlights worden nu aangeboden door Heineken. En Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Flink duel daar op het middenveld. En uiteindelijk is daar Riconé. Een bal die even blijft hangen en dan een paar twijfels daar achteraan bij Wolfsburg. Wat hebben ze weinig ervaring. De basiself van Lille met doelpunten maken op dit niveau. Burak Yılmaz wel. Maar die heeft dan ook wel met Koen Casteels af te rekenen. David vrij. Heel slim gelopen van Jonathan David. En dan is er misschien nu wel een gele kaart, tenzij het balvoordeel. Ja, daar is uiteindelijk waar Makkali voor koos, dat balvoordeel. Het was natuurlijk zo'n moment. En David blijft daar goed op de been, doet toch een poging tot. En dan is het natuurlijk niet zo evident om die voorzet goed bij Burak Yılmaz te krijgen. Waarna toch nog eens in vraag komt, toch nog eentje over die fans. David gaat uithalen met links. Ja, die gaat voorlangs. Nou, dat is niet toevallig dat als er initiatief komt, David daar toch bij is. Dik 7 minuten nog te gaan. In de reguliere speeltijd van de eerste helft. Gomez. Het moest er nog even uit. Ja, die bal is niet helemaal over de zijlijn geweest. En dus is het logisch dat Gomez daar nog wat mee kon aanvangen. Hier is David voor de openingsgoal. Door de benen van Koen Casteels. Ja, en het is niet zo dat dit doelpunt er zat aan te komen. Zeker niet, maar zo wordt Lille wel beloond voor... Ja, het feit dat het het enige team was dat wel wat probeerde. En dan is er een goalcheck. En ik denk dat het gewoon een geldig doelpunt zal worden. Hij is niet helemaal over de zijlijn. Daar misschien toch net. Ja, dit is verraderlijk. Komt er een kansje aan voor Wolfsburg? Eentje dan. Lille maakt er aanspraak op. Toont meer drive. En dan gaan ze allemaal eens protesteren. Waarom doen ze dat? Omdat hij al geel heeft gehad natuurlijk, Broeks. En dan is de regel nummer 1. Opzichtig protesteren is geen goed idee. Volgens de regels van... de UEFA. En dan komt daar toch een beloning voor. Met een tweede gele kaart. Voor Broeks en dus Roods. Straf hoor. Het collectieve protest helpt dus. De rol die Casteels krijgt kan dus nog belangrijker worden. David en Casteels, zie je wel. De instructies van Casteels op de standaardfase, die komt. Driekwart van de match zit erop. En daar komt een kopbal en dan Burak Yılmaz. Ja, had hij buiten bereik van Casteels kunnen koppen natuurlijk tegen de touw. De laatste 15 seconden. Het is nu of nooit voor Lille. En die bal lijkt maar niet goed te vallen.
Toch nog één keer de flank gezocht. Het kan nog hoor, met één voorzet. Komt hier nog, Onana. En dan gaat hij neer en dan komt er een penalty aan. Jawel, hij geeft hem. Maar gebeurt de overtreding? Net uit de 16 meter. Ai, ai. Uiteraard, zegt hij. Het is een vrije trap. Ja, hoe je het ook draait of keert. De VAR zorgt voor meer rechtvaardigheid. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Hotels.com, officiële sponsors van de UEFA Champions League.